Ik ben Jip Hinten en ik heb onderzoek gedaan naar Art & Project, een voormalige Amsterdamse galerie. Met behulp van een beurs uit het Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse Kunst van de Vereniging Rembrandt. Art & Project was een galerie in Amsterdam. Die is opgericht in 1968 door Adriaan van Ravenstein en Geert van Beieren. En zij richtten een galerie op waarin ze met name het begonnen met het presenteren van conceptuele kunst. Bekende Nederlandse kunstenaars zijn onder andere Jan Dibbets en Ger van Elk. Maar daarnaast toonden ze ook buitenlandse kunstenaars, waaronder Charlotte Posenenske. En de galeriehouders hebben niet alleen maar kunst verkocht, maar ook zelf een grote kunstcollectie aangelegd van ruim 850 objecten. En in 2013 is een groot gedeelte van de collectie, ruim 300 objecten, geschonken aan het Kröller-Müller Museum. De focus van het onderzoek was eigenlijk om een beeld te krijgen van hoe die galerie nou opereerde. En dan door de jaren heen. Dus hoe is die galerie eigenlijk ontstaan? Hoe kwamen de galeriehouders met kunstenaars in contact? Benaderden de kunstenaars hun? Of was het juist andersom? En hoe kwam dan een tentoonstelling tot stand in zo'n galerie? En aan de hand van de vele, vele correspondentie die bewaard is gebleven, heb ik daar best wel een goed beeld van kunnen krijgen. En het was soms echt alsof je helemaal in de hoofden van die kunstenaars of die galeriehouders meeging, als het ware. En wat het ook nog een heel leuk iets is aan de omgang met die kunstenaars, was dat werk en privé niet altijd gescheiden werden gehouden. Dus in één brief kon het gaan over de laatste roddels, over het Amsterdamse kunstgebeuren. Maar kon een kunstenaar die in het buitenland zat ook vragen van, kan je even kijken of alles nog goed gaat met mijn huis? En daarnaast hadden ze het dan natuurlijk ook over kunst. Maar dat liep heel mooi door elkaar. Dus het is echt een soort van, nou ja, bijna een soort van soapserie waar je induikt, als het ware. Ik denk dat galeries bedienen een best wel specifiek publiek. Daar gaan mensen naartoe die echt kunst willen kopen of vaker naar kunstinstellingen gaan. En wat je vaak niet beseft is dat zo'n galerie een hele belangrijke rol speelt binnen dat hele kunstgebeuren. Dus je hebt de musea, je hebt de kunstenaars en je hebt verzamelaars. Maar een galerie is een soort van speel in het web om te zorgen dat kunst vanuit de ateliers van de kunstenaars bij het publiek terechtkomt. Of dat dan publiek is wat er naar gaat kijken of dat het gaat kopen. Dat kan allebei zo zijn. Maar ik denk dat zo'n galerie zo'n belangrijke rol speelt. En door dus heel erg in te zoomen op hoe één specifieke galerie heeft geopereerd in die tijd, weten we ook meer over wat de rol van een galerie überhaupt kan zijn binnen zo'n kunstcircuit. Nou, wat heel leuk is, is dat er een heel groot archief is achtergelaten door de oprichters van de galerie. En dat ligt in het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. En dat beslaat ruim 70 meter, dus dat zijn echt heel veel archiefdozen. En wat heel prettig was, is dat ik alle tijd en ruimte heb gekregen om niet specifiek van tevoren met één vraag dat archief in te gaan. Waar ik naar op zoek moest, waarvoor ik de antwoorden wilde weten. Maar dat ik gewoon ben begonnen bij doos 1 en toen heel het archief heb doorgewerkt. Dus daardoor ben ik bepaalde dingen tegengekomen die ik misschien helemaal niet had gevonden als ik met een specifieke vraag dat archief in was gegaan. En nou, heel veel fotografie zit erin, maar wat ook heel leuk is aan het archief is dat er heel veel gekke objecten in zitten. Dus bijvoorbeeld een inktpotje met nog een restje opgedroogde inkt, wat door Gilbert en George, een kunstenaarsduo, werd gebruikt om bepaalde kunstwerken te ondertekenen. Of wat ook heel leuk is, een glas, dit is echt fantastisch,
wat gebruikt werd door Bas-Jan Ader tijdens een performance waar hij dus uit heeft gedronken. En dat glas is niet alleen bewaard, maar dat is ingepakt in bruin papier met een briefje erbij. Glas gebruikt door Bas-Jan Ader, nooit afgewassen. En dan dus ingepakt zo in dat archief gestopt. Dus echt, nou ja, stukjes geschiedenis zitten daarin.